Mirjam, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 32. En dat is van maandag 9 augustus tot en met zondag 15 augustus. Dus de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het weegschaal alsof deze week een week is waarin je wat graag over de dingen na wil denken. Het zou mee te maken kunnen hebben dat er bepaalde relaties, persoonlijke relaties, even misschien wat tegenvallen. Toch ben je heel erg op zoek naar het stukje plezier en lol. En ik heb het idee dat dat stukje jou er ook echt doorheen helpt. Je lijkt over bepaalde zaken te moeten nadenken. Misschien zelfs wel wat verdrietig te zijn over dingen die niet helemaal lopen zoals jij dat graag wil. Toch lijken de mensen om je heen daarin ook echt voor jou er te kunnen zijn. He, dus maak het bespreekbaar. Dat is ook het stukje wat voor mijn gevoel niet per se het stuk is wat je moeilijk vindt. Want je lijkt het eigenlijk gewoon heel goed bespreekbaar te kunnen maken. Maar er is gewoon een stuk dat, ja, waarin je wat twijfelt. Wat je graag anders zou willen zien. Waar je misschien niet meteen invloed op hebt. En eigenlijk, voor mijn gevoel, ga je dan het stukje plezier en lol in. Want dat zorgt er gewoon voor dat je weer even die boost krijgt om verder te gaan. En om misschien gewoon ook even je problemen daarin wat te vergeten. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.